is rauw. Het ontprikkelt. De puurheid, ja, dat voel je. Ja, ik vind het echt helemaal fantastisch als je hier zo dat open veld in rijdt. Het is fantastisch. Als je aan Drenthe denkt, denk je aan hunebedden en bossen en de heide. Dat heb je hier allemaal niet. Iedereen die hoorde toen wij hierheen gaven, ja, valt een hond in de veenkolonie. Die verklaarde ons echt vergek dat we hierheen gingen. Theaterboerderij met een hele mooie akoestiek. Dus daar gaan we ons liedjes opnemen. Dus worden hopelijk een hele mooie, intieme, akoestisch georiënteerde plaat. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. De eerste keer dat we hier binnenkwamen, je schouders zakken. Ja, je komt in een warme omgeving, kom je terecht. En je denkt, ja, hier gaan we wat maken. Hier gaan we iets tofs doen. The smell of money. Goedemiddag. Here's a country for me. Tuurlijk. So where is love? So where is love? Valthermond is een lindorp in het veengebied, in de veenkolonie in Zuidoost-Drenthe. De turf werd er gestoken. Toen heeft Rian de Waal het gekocht met zijn vrouw Marion van der Akker. Een beroemde pianist en een beroemde mezzosopraan. En die hebben de deel die helemaal vervallen was, hebben ze totale transformatie gegeven. En dat is een grote privé-opnamestudio geworden. En sindsdien zijn er heel veel mensen van over heel de wereld hierheen gekomen om een album op te nemen. En wij hebben het 4 jaar geleden overgenomen en zijn naast klassiek veel breder gaan programmeren. Trek je terug in een herenboerderij, in the middle of nowhere, ja. Een schitterende akoestiek om daar je nummers op te nemen. Ja, ik bedoel. Dat klinkt heel romantisch. Ja, en dat is het ook. We hebben veel opnames hier, vooral klassiek. Dat kan natuurlijk ook breder. Hoe tof kan het niet zijn als je dus mensen vraagt, bands vraagt, artiesten vraagt om een droomsessie samen te maken, iets neerzetten waar je de mooiste ruimte naar mijn idee kan gebruiken. Als je bouwt op van drums naar de bas toe, dus alleen drums en bas. In fysieke ruimte, buiten is het natuurlijk een super fysieke ruimte, die is super wijd. Wijdser kom je denk ik niet tegen. Ja, maar binnen is het ook wijd. Grote ruimte waar je echt de plek hebt. Ja, ook kijken wat de ruimte doet, want het is echt heel anders dan ja. Waar je normaal staat te spelen. Nu is hij grap hoor. Nu spelen we drie keer op en één keer voor. Ja, kan. De hele tijd, hij begint erop. Ja, maar dat is niet zo. Ja, ga eens door. Het hardste werk is natuurlijk het opbouwen en het zo mooi mogelijk sound maken en alles goed klinkt. Help me find my goal. Help me find my goal. Goal? Ja. Ik dacht altijd Lord. Hij moet heel. Wil je kijken of er gestemd zijn? Ja, dat misschien. Sorry. Nog een keer hetzelfde. One, two, a one. Thank you.
turn in the sky, I don't know. Who's got no heart and who's got no soul? And could you please help me to find my goal? 'Cause I ain't got no home in the world anymore. And I don't need your sorry, I don't need your hand. Just look at me now, I will take my stand. Ik ben kapot. Morgen ben ik niks waard. Ja, en het toffe ook is van gisteravond zei hij toch nog van we gaan nog even proberen. We gaan nog kijken hoe dit klinkt. En dan zie je juist ook dat er eigenlijk geëxperimenteerd wordt van wat als we nou een pianostuk erin doen. Morgen jongens. Morgen. We wouden natuurlijk gisteren voetbal kijken en toen liep ik toch nog even de opnameruimte binnen en toen dacht ik zo, dan mag je gewoon een heel weekend mooie liedjes opnemen met leuke mensen en met een waanzinnige apparatuur, dus dat is, ja, is fantastisch. Lange dag. Hey, here we have a mission aan. Kom, 2, 3, 4. Find a sea of trust in this land the dreamers live. There's a village that we call love. Here's the town that you can go if you like the smell of money. And here's a country full of hate. So where is love? Where is love? Voor mij mag die stem iets verder van de mic, maar wel vol overtuiging erin gezongen. So behind these walls, you have to be kind. In my entire life, there was never any doubt. Vanaf dat punt van ja, en dat hij dan daarna vol in komt. Met z'n allen echt even, net even iets meer. Tot die 16e. Ja. Eerst dat Nick Drake gevoel en dan de... Het voordeel van zo'n heel weekend bij elkaar zijn is wel dat je veel meer erin zit en dat je niet inderdaad nog een paar dagen er weer tussenuit andere dingen doen en dan weer gaan spelen. Nee, je bent gewoon achter elkaar bezig en op een gegeven moment
ben je echt, zit je helemaal in die muziek en dan gaat het allemaal wat makkelijker ook. Beetje zere vingers, maar op een gezonde manier. Volgens mij hebben we het mooiste neergezet. 5 liedjes. I swear. Je bent van huis uit, je bent weg. Ja, je hebt een lange rit hier naartoe. Voor de meeste bands wonen toch in het westen. Maar je bent eruit. Je hebt even geen kinderen om je heen. Je hebt of andere zaken. Je gaat ervoor en je bent met z'n allen ga je iets moois maken. Nou, die zaal blijft niet alleen overeind staan, die voegt heel wat toe. Op het moment dat je van je bestaande liedjes of nieuwe liedjes, dat je een akoestische of een semi-akoestische set gaat maken, dan ben je wel afhankelijk van je omgeving en hoe klinkt het daar. En ja, het is niet om een beetje stom te zijn, maar daar is deze zaal eigenlijk wel perfect voor natuurlijk. De toegevoegde waarde komt hier echt wel tot zijn recht met dit soort opnamen, absoluut. Deze ongelooflijk ervaring. Oh, ik ben zo blij dat het met jullie. Ik meen het echt serieus. Ik vond het echt genoten.